eigenlijk betekent voor mij dat de gast ontvangen wordt met een warm onthaal. Dat ze tijdens het verblijf met respect behandeld worden. En bij het weggaan dat ze met een lach weggaan. Gastvrijheid zit in groot dingen, maar ook in de kleine dingen. De groot dingen zijn bijvoorbeeld dat je respect moet tonen. Dat je niet bemoeit met de gasten, met hun gesprekken. Pas als er dan gevraagd wordt eventueel. En dat je moet zorgen dat de gasten naar het zin hebben. De kleine dingen wil zeggen dat je altijd met bijvoorbeeld de gast altijd met u aanspreekt, met twee woorden aanspreekt. Als je weet dat de gast bijvoorbeeld jarig is, dat je zorgt dat er met de dessert wat leuks voor gedaan wordt. Dat je even net iets extra's geeft altijd. Gastvrijheid zit er voor mij in de dingen die niet altijd tastbaar moeten zijn. Het gaat er bij mij om dat de gast een bepaalde ervaring opdoet. Of die nou tastbaar is of niet. Welke indrukken de gast opdoet tijdens zijn bezoek aan het restaurant of bedrijf. Het zit hem in de kleine dingen die ervoor zorgen dat de gast zich op zijn gemak voelt. Bijvoorbeeld als de gast zijn bestek laat vallen, dat jij er dan voor zorgt dat je een nieuw bestekje neerlegt. En de gast hoeft dit niet dan altijd op te merken. Dat is, vind ik, het belangrijkste. Bij binnenkomst, dat is ontvangen, dat we zitten aan tafel wijzen. Tot zover is onze placeren nodig. En aanschuiven, verschuiven, versturen. En dat ligt bij ons net in de stad in de hoofd, denk ik. Dan blijven we dat als we dat zijn, omdat mensen zich ook makkelijk gaan voelen. Omdat ze hier toch echt in de Spaanse sfeer binnenstappen en in het sterrenrestaurant. De ambiance die is heel belangrijk voor het gevoel van de gasten. Hoe het personeel moet gewoon goed zijn, iedereen moet goed met elkaar overweg kunnen. Want dat straal je ook gelijk uit tijdens het werk. En dat ervaart een gast aan tafel. En dat zijn allemaal dingen die niet tastbaar zijn voor de gastvrijheid, maar wel heel belangrijk voor het verblijf van de gast. Want uiteindelijk is het belangrijk dat onze gast weggaat.